Welkom op deze heerlijke dag hier in Berlijn. De zon laat zich volop zien vandaag boven het Olympiastadion, waar we wachten op het startsignaal voor de wedstrijd van vandaag. Ik ben Sjoerd de Vos en die andere stem, de meer aangename stem die u zo gaat horen, is van ons aller Jeroen Grütter. Dit is Hertha BSC tegen FC Porto. Je bent er nooit voor 100% zeker, maar vandaag ben ik er eigenlijk toch wel van overtuigd dat het een geweldige wedstrijd gaat worden, Sjoerd. Coach van Hertha BSC gaat met deze basiself van start. Rinus Michels en Ernst Happel zijn er groot mee geworden. En nu kiest ook deze trainer voor een 4-3-3 opstelling. Ja, maar dat was wel een iets andere tijd, hè. Dan hebben we het over de jaren 60, 70. In elk geval een lekker aanvallende opstelling. En zoals we vaker hebben gezien van dit team, kunnen we ook vandaag een speelstijl verwachten die erop gericht is de tegenstander onder druk te zetten. Je krijgt dan over het hele veld van die paardjes. Ja, en niet alleen als het gevaarlijk wordt. Eigenlijk al op de helft van de tegenstander. Zo kun je meteen gevaarlijk worden als je de bal verovert. Want je staat overal 1-1. Dit Olympiastadion werd in 1936 in gebruik genomen bij de opening van de Spelen destijds. Maar wat velen niet weten, is dat er slechts 23 jaar daarvoor, op dezelfde plek, een stadion was gebouwd voor de Olympische Spelen van 1916. Ja, maar dat pakte nogal vervelend uit, hè? Want die Spelen gingen toen helemaal niet door vanwege de Eerste Wereldoorlog. Zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Van de doellijn gehaald. Bal naar de andere partij. Schiet en weer tegen het metaal. Het spel gaat door. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. En deze speler, Jeroen. Wat kunnen we van hem verwachten? Nou, je zou hem achteraan moeten hobbelen, als verdediger. Die man, dat is een levende stoomlocomotief. Op weg naar het doel nu. Vooraf hadden we onze hoop op deze speler gevestigd. Maar ze maakt het nog niet echt waar. Jesus Corona. Ziet er veelbelovend uit. Hard geraakt van dichtbij. Oh, maar hopeloos, troosteloos, machteloos. Het is echt afschuwelijk. Volgens mij raakte die in paniek of zo. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Een vroege overtreding. Misschien ook geel. Ze krijgen die bal maar niet weg. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Moet nu een keuze maken. De doelman en die redding. Mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Op het eerste gezicht, ook zonder doellijntechnologie, vond ik dit geen doelpunt. Maar dat is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Nou, iedereen kon toch zien dat hij niet over de lijn was. Ook al claimden die spitsen van wel. Ja, die doen er natuurlijk alles aan om de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Voor het doel gegeven. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Goed verdedigd. En hij komt eruit met de bal. Schot tegengehouden door de keeper.
En weer balbezit na die sterke actie. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. En er blijkt toch geen voordeelsituatie te zijn. Dus wordt er een vrije trap gegeven. Nog steeds met de bal aan de voet. Een inworp. Een inworp, dat is een voordeel. Maar zo heb je natuurlijk helemaal niets in een inworp. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Een slachtige poging om de bal weg te werken. Ze kunnen snel uitbreken nu. Kan hij hier voor gevaar zorgen? De vlag ging omhoog. Is het een feestdag? Nee, nee. Het is blijkbaar een randje buitenspel. Jammer van die mooie kans. Sergio Oliveira. Bemba. En de scheidsrechter fluit niet. Geen voordeel na die onreglementaire tackle. Diaz. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu doet. Schiet die bal zo naar de tegenstander. Ruimte voor de counter. Oh, wat een kans. Nog steeds gevaarlijk. Boom, koekoek, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Maar tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller worden omgeschakeld. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in het net terechtkomt. De score is geopend. Het is 1-0. Weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Komt er het doelpunt aan. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van twee doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Ongelooflijk hoe snel dat ging. Tegenstander ligt op apengapen. Was nog maar net bijgekomen van dat vorige doelpunt. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. Ze belagen de man met de bal. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Slecht ingegooid. Is dat nou zo moeilijk? Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En die bal vliegt binnen. Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. Precies. Op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? Dat was alweer het derde doelpunt. 3-0 de stand.
sterk hoe hij die bal verovert. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, zo'n hard schot is leuk op de kermis, maar hier heb je er weinig aan. Nee, helemaal niet zelfs. Misschien de volgende keer iets minder hard proberen te schieten. Maar het is maar een adviesje. Ze hebben geen geduld, hè? Kijk, jammer dat er niet iets langer gewacht wordt met het spelen van de bal. Ja, die speler snapte wat er moest gebeuren. Die kwam terug uit buitenspelpositie. Maar ja, de bal werd gewoon te vroeg gegeven. En hij komt eruit met de bal. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Ja, ik ging ervan uit dat hij zou scoren. De bal komt voor in het 16 meter gebied. Knap weggewerkt hoor door de keeper. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Ik tel hem eigenlijk al. Maar de doelman weet hem op geweldige wijze te keren. Ja, scheids, wat ga je hier aan doen? Je zou hier minimaal een gele kaart voor verwachten. Maar de scheidsrechter denkt daar heel aan. Kan een doelpunt worden. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zit ertussen. Een kans op een counter. Wat een loopbak. Oh, wat een kans. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Diaz. Nakajima. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Hij speelt hem kort. Jesus Corona. Hij zit er goed tussen bij die paas. Er ligt een counter op de loer. Alleen de doelman nog voor zich. Boom, koekoek, confetti. Ja, ja, de tegenstander was totaal niet bedacht op die counter. En dat komt ze nu duur te staan. Maar tot in perfectie uitgevoerd deze counter. Totaal onverdedigbaar. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij hebben onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En vervolgens is de keeper zo goed als kansloos. 2-1. Geen enkele hulp van zijn ploeggenoot. En ja, dan is het eenvoudig afronden natuurlijk. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Diaz. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Daar schieten ze niet veel mee op. De arbiter fluit alsnog voor de overtreding. De scheidsrechter waarschuwt die speler nog één keer. Die kan maar beter op zijn tellen passen. Ja, nog één overtreding en dan heeft hij gegarandeerd een kaart. Mbemba. En dit is Pepe. Diaz. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Ze krijgen 3 minuten blessuretijd van de vierde official. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Jesus Corona. Wow, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop wordt voorgegeven. Ze krijgen die bal maar niet weg. Schop makkelijk gestopt door de keeper. Mogelijkheden voor een counter. Kans om te scoren. 2 woorden. Uitstekend keeperswerk. Van zo'n korte afstand moet je over snelle reflexen beschikken. We gaan de rust in met een afgetekende score van 4-0. Tot straks. Blijf kijken. Deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Als hij zo speelt als vandaag, ja, dan ben je als verdediging van de tegenpartij niet blij. De doelman kon al een keer de bal uit het net vissen, maar... Oh, wat een kans!
We gaan weer verder. Tweede helft van de wedstrijd. Diaz. Na die tackle is hij de bal kwijt. De bal kan nu voor het doel worden gegooid. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Wat doe je nou? En levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. En die bal vliegt binnen. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Dit kan maar eens een kans opleveren. En hier geeft de scheidsrechter een voordeel. Hij schat het. En hij komt eruit met de bal. En ze doen het toch nog niet samen met het doelpunt. Nee, elk doelpunt is meegenomen, toch? Ja, nou ja, goed. Ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. Wat een fijne goal is dit. Laten we nog eens even zien hoe die tot stand kwam. Eerst de 1-2, waarmee de speler in stelling wordt gebracht. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. Nog steeds aan de bal hier. Hij kan 1-1 met de keeper te staan, maar... Verprutst die kans. Ja, maar je kunt ook zeggen, Siert, dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. Hè. Ik vind dat hij hiermee zijn ploeg redt. Dat wel. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Hoekschop komt voor. Al slachtige poging om de bal weg te werken. Diaz. Sergio Oliveira. Komt steeds meer naar voren. Wat gaat hij hiermee doen? Oh, wat een schotkans. Keeper zit er nog aan en tegen de paal. Deze komt op het scorebord, maar verder heeft het weinig op het lijf. Je hebt van die spelers die als het ware lijken te weten waar de bal terecht gaat komen. En dat is hier zo'n voorbeeld van. Eerst gaat de bal richting de verre hoek en dan komt hij terug het veld in en zit hij er gewoon heel goed bij. De zoveelste aftrap naar het doelpunt. 5-2. Hij pakt de bal en begint eruit. Nog steeds gevaarlijk. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. De verdediger
totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Wat een score, zeg. 6-2. Saai is het niet. Knappe, verdedigende actie. En weer een balbezit. Diaz. Op het doel. En vast die bal. Komt er een doelpunt aan. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Een doelpuntrijke wedstrijd, waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Hij laat de verdediger achter zich. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Zo! Goal! Vlijmscherpe counter. Genadeloos uitgevoerd. Ja, ja, ja. Sterk doelpunt. Snelle uitbraak. Ja, dan komt die kans eruit en heel mooi afgerond. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En vervolgens kan hij verwoestend uithalen. Ja, het lijkt wel een raket die zo langs de keeper inslaat in het doel. En we gaan weer eens aftrappen. Het is een waar doelpuntenfestijn, deze wedstrijd. Dat heeft hij uitstekend gezien. Ik vraag me af wat de scheidsrechter nu gaat doen. Nakajima. Uitstekend gezien, hoor. Prima interceptie. Ruimte voor de counter. En met de bal aan de voet de uitbraak. Niet veilig, maar toch de kans. Ja, die is goed geraakt, zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan is het een kwestie van simpel afwaken. Een 2-1 situatie, als je dat goed uitspeelt, is de keeper altijd kansloos. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Hier laat die speler zien dat hij de sliding beheerst. Sergio Oliveira. Gevaarlijke steekbal. Die sliding mist zijn doel. Goed gereageerd. Er worden twee spelers tegelijkertijd gewisseld. De bal komt voor het doel.
Nee, dit strand hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. Nee, dat is niks. Als je een kans krijgt op deze afstand, goede kans. Kijk eens, hij probeert zo hard uit te halen, maar vergeet die bal te drukken. Ja, maar soms moet het allemaal met wat meer overleg. Als hij wat rustiger had geschoten, dan was hij waarschijnlijk niet overgegaan. Alle ruimte op de flank. Voorzet in de 16. Schitterende kopbal, doelpunt. Wat is dit toch eigenlijk een vlekkeloze aanvalsopzet? Het begint allemaal bij deze heerlijke paas. Dan is het voor de doelpuntmaker een koud kunstje. Hij krijgt alle tijd en ruimte daar in het 16 meter gebied en kan de bal dan nonchalant langs de doelman knikken. Ja, ze spelen de hele wedstrijd al zwak. En je voelt gewoon dat ze straks een enorme donderspeech zullen gaan aanhoren in de kleedkamer. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Oh, wat gaat hij handig langs zijn tegenstander. Wat een sterke sliding, zeg. Bal veroverd. Ja, nu kan er een counter komen. Veel ruimte daar achter de linies. Bal wordt teruggelegd. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding, zeg. Ja. Het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Kopbal, maar die verdediging zat er goed bij. Hey. 4 minuten nog in de reguliere speeltijd. Hij rukt verder op. Ottavio gaat hem schieten. Een behoorlijke afzwaaien. Geen enkel gevaar levert dit op. Ja, dat zal de doelman ook niet erg vinden. Door die actie is hij de bal kwijt. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Ja, jammer. De tegenstander zit mis. Bal wordt teruggelegd op het teamgenoot. Nee, die bal komt toch vervelend terecht. Maar buitenspel, die keeper zal opgelucht zijn. Nog heel even doorspelen, want we krijgen 5 minuten blessuretijd. Steek die bal maar door. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. In het midden van de 16. Nee, die corner zeilt recht in de handen van de keeper. Oppassen met die bal, keepertje. Deze kan hij niet missen. Zegt die doelman, zet de poort goed open voor de tegenstander. Dat deze goal valt, kun je maar 1 speler aanrekenen. En dat is de keeper. Ja, het is hard, maar waar. De bal wordt zomaar cadeau gedaan. Je moet hem nog wel maken, maar uiteraard doen ze dat. Want zo'n kans laat je niet liggen. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Goed gedaan, mooie onderschepping. Zet verder door. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ah, dit is van een schoonheid met een stiftje. De aanloop naar zo'n doelpunt, daar gaat het natuurlijk ook om. En even de blik naar de keeper, waar staat hij? En dan het moment bepalen waarop je de lob verstuurt. Ja, deze speler heeft zo verschrikkelijk veel technische bagage. En met dat fluitsignaal komt deze wedstrijd tot een einde. De thuisploeg wint. Ja, dit is nou, zoals je dat mooi omschrijft, een klinkende zege. Ze hebben op alle fronten laten zien wie de baas was op het veld. Gewoon uitstekend gespeeld.